Wat een zaal vol enthousiasme, hoog niveau van klets en energie. En dat is heel plezierig. Dat gaan we vandaag met elkaar beleven op de 20ste PIW-kennisdag in 2023. Een dijk van een generatie. Iris, een dijk van een generatie. Wat doe jij hier eigenlijk over generaties gesproken? Welkom allemaal. Deze dag, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, over generaties. Ik ben eigenlijk Iris Haan en ik ben letterlijk de volgende generatie van Jeroen. Ik ben zijn dochter. Ja, ik vind het hartstikke leuk om hier vandaag aanwezig te zijn en jullie dagvoorzitter te zijn samen met mijn vader. Ja, ik ben dus Iris. Ik ben student gezondheid en leven aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nog maar één dag. Ik ben als het goed is morgen klaar. En toen ik een aantal maanden geleden gebeld werd om met de vraag of ik hier dagvoorzitter wilde zijn, was ik meteen enthousiast. Fun fact, ik zat toen rustig aan het ontbijt in een 7 uur andere tijdzone. Ik was namelijk op dat moment aan het studeren in de VS, waar ik mijn minor heb gedaan 5 maanden lang. Amerika heb mogen leren kennen op een hele bijzondere manier. Vroeger, van ongeveer toen ik 14 was tot 16 of iets ouder, ben ik jeugdtaakgraaf geweest van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik ben die tijd actief geweest in het Nationale Jeugdwaterschap. Wellicht hebben jullie sommigen daar wel eens van gehoord. Ik heb hier een wijs leuke tijd gehad waar ik heel veel heb geleerd over waterschappen en waterbeheer en ook alle vormen van bescherming tegen water. Ja, ik was toen dus jeugddijkgraaf en ik was daarom ook eigenlijk eerder dijkgraaf dan mijn vader. Die een paar jaar na mij dijkgraaf werd. Ja, precies. Die was toen gewoon nog waterschapper. Ja, en nee, ik heb dit met heel veel plezier mogen doen en vandaar ook mijn achtergrond in het waterbeheer. Ja, dankjewel. En zo zie je inderdaad, ja, kinderen, je kan heel veel van ze leren. Bijvoorbeeld hoe je dijkgraaf moet worden. qua studie is Iris een stuk voortvarender dan ik. Ik heb ooit inderdaad wel milieutechniek gedaan, maar dat was nadat ik 1,5 jaar TU gedaan had. En daarachter kwam dat je met 3 studiepunten in 1,5 jaar toch best wel problematische voortgang zou hebben. Dus zo nominaal als zij studeert, dat heb ik niet gedaan. Ik ben dijkgraaf bij de Stichtse Rijnlanden, dat is het waterschap zeg maar ruim rond Utrecht gezien. En ik ben ook portefeuillehouder waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen. Dus dat betekent dat ik op verschillende manieren en verschillende niveaus bezig ben met waterveiligheid, met dijken, maar ook met graverijen. En om dat bruggetje meteen maar even te maken, jullie zitten hier nu bij elkaar. Een aantal van jullie was hier gisteren ook. Gisteren was er al een intensieve dag over graverijen. En graverij, dat klinkt altijd een beetje ook als van ben je dan een dijk graven? Die graverij, nee, dit gaat echt over schade die dieren maken aan dijken en keringen. En dat klinkt alweer heel negatief, maar dan zie je meteen eigenlijk de spanning die er ook wel in zit. Want aan de ene kant willen wij Nederland beschermen tegen hoogwater, tegen overstromingen. En tegelijkertijd willen we ook dieren beschermen en mensen beschermen. Dus je ziet dat in die bescherming al meteen weer dilemma's ontstaan van ja, maar dat kan dus niet allemaal samen. Dus er worden dieren gedood om mensen te beschermen. En daar vinden mensen wat van. Er is gisteren gelukkig wel weer ook het gesprek over gegaan. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. We leven natuurlijk in een tijd dat het klimaat aan het veranderen is. Dat het extremer weer wordt. Maar we leven ook in een tijd waarin het soms maatschappelijke klimaat aan het veranderen is. En waar ook daar soms polarisatie volgens mij weer toch een verkeerde kant op gaat. En waar wij volgens mij met z'n allen hier in de zaal toch ook wel een verantwoordelijkheid in hebben om te kijken, kunnen we in ieder geval in contact blijven, in gesprek blijven over die belangen. Nou, en dat is niet alleen iets dus van mensen en dieren, maar ook zeker tussen verschillende generaties. Hoe gaan we dat vandaag doen? Eerst even wat huishoudelijke mededelingen.
Dit lijstje, wij schatten jullie vrij hoog in. Dus we denken dat jullie dit zelf kunnen lezen. En dat eigenlijk de korte samenvatting hiervan is, gedraag je een beetje en hou een beetje rekening met elkaar. Dus jullie weten dat je niet hier in de zalen mag eten en drinken. Dat als het licht uitgaat, dat dan niet is. Precies, hè? Dus daar inderdaad de nooduitgangen zijn. Dan kan je natuurlijk ontzettend leuk wel in de dierentuin terecht. Dus dat is eigenlijk vandaar. En natuurlijk zorgen we allemaal een beetje circulair. Dus de badges lever je allemaal netjes in. Na afloop. Maar het is een feestdag. Generaties. Er gaan al heel wat generaties mee in het waterschap. Dit is vandaag de 20 jaar samenwerking tussen STOA en RES. Dat is natuurlijk al een hele reden voor een feest. Maar als jullie zien, is dit ook de 20ste PIW Kennisdag. Hartstikke mooi aantal, zou ik zeggen. Dat is ook mijn leeftijd. En dit is al de 15e keer op deze prachtige locatie in Burgersoe. Dus allemaal reden voor feestjes. Ja. Gaan we eens even kijken in de zaal. Want dit is de 20ste PIW-dag. Wie weet er wat PIW is? En niet spieken. Ja. Als ik daar de gemiddelde leeftijd van inschat. Ja, ja. Wie heeft alle 20 dagen meegemaakt? Kijk. 1, 2, 3, 4, 5. Er zitten wel wat bekende gezichten bij. Ja, en wie was er vorig jaar misschien voor het eerst bij? Of dit jaar? Het zijn er iets meer. Hoop frisse gezichten, heel fijn. Dat heel fijn. Goed. Wie gaat er binnen 5 jaar met pensioen? En sommigen die echt met trots, strijders, heel goed. En qua nieuwe gezichten, wie is er nog een jonge bestuurder, dus een student, of is pas 5 jaar bezig, of voelt zich natuurlijk nog hartstikke jong, dat mag ook. Oh, ja. Hier wordt wat vals gespeeld, hier wordt duidelijk wat vals maar gespeeld. Maar genoeg nieuwe jonge gezichten, dus dat is fijn. Oké, hoe gaan wij de dag met elkaar doorbrengen? Eigenlijk in 3 grote blokken. We gaan vandaag, vanmorgen, eerst... vooral ook luisteren en in gesprek met een aantal interessante sprekers. Heel belangrijk, dat klinkt een beetje flauw, maar serieus, de pauze en de lunch. Want jullie komen hier natuurlijk niet alleen voor de verhalen, maar ook voor elkaar. En ik sprak net al een aantal mensen die ook zeiden, het is zo leuk als je bij een waterschap werkt of bij een adviesbureau. Dit is bijna een beetje ook een reuniegevoel. En dan is het natuurlijk ontzettend leuk om gewoon weer even verhalen van elkaar op te halen. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig? Dus benut die tijd. We doen dat ook interactief in 2 rondes van workshops rond de lunch. En vanmiddag afscheidssymposium. Ja, dat klinkt een beetje als koffie en cake en dan een beetje van die... maar dat is het niet. Dat is een feestje. Dat is een feestje. En receptie, dat klinkt ook... Nou ja, enzovoort. Nee, maar dus dat is gewoon een feestje. Dat is eigenlijk wat hier staat. En dat gaan we er ook van maken. En mochten jullie iemand al tussendoor een keer heel hard horen lachen... of met veel energie heen en weer stuiteren... dan weten we waar het over gaat en over wie het gaat. Volgens mij kunnen we gaan beginnen. Ja, denk het wel. Ja?